shop nog voor jullie. Ik ben net terug uit Italië. Ik ben nu ongeveer 2,5 week geweest. En daar heb ik natuurlijk weer wat dingetjes gekocht. Dit jaar is het niet heel erg veel. Ja, er waren toch wel een plaatsjes waar niet veel shopwinkels waren. Of gewoon leuke winkels van. Ik dacht van, hey, hier zie ik iets wat ik leuk vind. Maar ik weet dat jullie shoplogs leuk vinden. En ik heb toch nog wel wat dingetjes gekocht. Dus ja, waarom ook niet. Ik begin als eerst met de kleding. Als eerst heb ik dit lange donkerblauwe vest gekocht. Hij valt ongeveer tot, denk ik, net bij mijn knieën. Ik vond hem leuk door de kleur en vooral ook door de kant op de achterkant. De mouwtjes zijn opgestroopt en vastgemaakt hier met een knoopje. Deze was 10 euro en heeft geloof ik geen merk. Ik heb het ergens bij een Chinees klein winkeltje gekocht in een gek plaatsje. Dus sorry, ik weet voor de rest niet waar je hem anders nog kan krijgen. In datzelfde winkeltje heb ik ook een wit shirtje gekocht die wat langer valt. Hij valt tot net boven mijn knieën. En ik vond vooral de achterkant mooi door dit patroon. Ik vond het er eigenlijk wel heel erg schattig uitzien en het staat heel erg leuk onder haar blauwe vest. Dus die had ik daarbij gekocht, ook voor 10 euro geloof ik, in hetzelfde winkeltje. En als laatste in dat winkeltje heb ik een broekje gekocht. Ik groei altijd uit mijn korte broekjes, geen idee hoe ik het doe, maar elke keer heb ik een nieuwe nodig. En ik was in Italië en ik had echt maar 2 korte broekjes meegenomen ofzo. Het was gewoon eigenlijk te weinig. Dus had ik snel even een nieuwe nodig. Deze heeft wel een merk. Hij is van Miss Bonbon. Nog nooit van gehoord. En ik vond deze wel leuk door de vrolijke bloemetjesprint. En die was, ik geloof, 13 euro. En als laatste van de kleding heb ik een jurk gekocht van CWK voor maar een tientje. Dit is eigenlijk een hele simpele jurk. Hij is strapless en de voorkant is korter dan de achterkant. Ik zocht eigenlijk voor een splitjurk in Italië. Dat is dus een lange jurk en dan zeg maar bij je benen zit er een split. Alleen ik heb er toch echt niet het lichaam voor. Het stond mij helemaal niet. En ja, ik wilde toch eigenlijk wel heel erg graag gewoon een jurk die je makkelijk aan kon doen vanuit het strand of zo. Dus kwam ik deze tegen. Ja, hij is voor de rest niet heel erg bijzonder of zo, maar hij zit gewoon heel erg lekker. Het is gewoon echt zo'n perfect strandjurkje, zeg maar. Dus die heb ik ook gekocht van het merk dus CWK. Dan ben ik natuurlijk naar Kiko geweest. Dit is een make-up winkel die helaas nog niet in Nederland te koop is. Maar het komt uit Italië, dus hebben we daar veel stores. Als eerst heb ik een eyeliner gekocht, een long wear eyeliner. Dit is een stift. Ziet er gewoon heel simpel zwart uit. Niet op zich een hele boeiende verpakking of zo. Ja, mijn eyelinerstift is bijna uitgedroogd en ik had weer een nieuwe nodig. En ik dacht van, nou, waarom probeer ik die van Kiko niet? Die pen was 6,90. Dan heb ik 2 nagellakjes gekocht. Ik had ze eigenlijk echt totaal niet nodig, maar ze waren in de uitverkoop en ik vond het gewoon hele mooie kleuren. Dit is hoe ze eruit zien. Dit is echt een felroze Barbie kleur. Die was voor mij uitgedroogd en ja, ik vind het altijd leuk om zo'n felle kleur te hebben. In nummer 503. En ik vond deze heel erg gaaf. Een soort van, ja, metallic galaxy-achtige nagellak. En ik vond gewoon heel erg gaaf die gloed erin en die kleuren. En I don't know, hij zag er leuk uit, dus ik wilde hem graag hebben. En die heet 5,30. Ze waren in de korting, dus nu waren ze allebei 1,90. In plaats van 2,90 geloof ik. En als laatste alweer, ik kon niet heel erg veel bij Kiko vinden dit jaar, heb ik een parfum gekocht voor 6,90. Ja, ik vond het heel erg goedkoop voor een parfum en hij rook ook nog eens echt heel erg lekker. Dit is hem. En als het goed is het zo, ja, het is zo'n roller. Wat ik heel erg handig vind, dan hoor je dus gewoon zo over je arm of je nek. En ja, ik ben zo slecht in geur omschrijven. Maar het is gewoon een hele, ja, vrouwelijke, zomerlijke geur. Wel sterk, je moet er niet te veel van opdoen. Gewoon een geur die goed voor overdag kan. Ja, ik ben hier gewoon heel erg blij mee. Die was dus 6,90. En totaal was ik bij Kiko 17,60 euro kwijt. Ik heb het nog best wel netjes gedaan dit jaar, vind ik. En dan als laatste heb ik nog 2 spulletjes op de markt gekocht. Als eerst een telefoonhoesje. Had ik ook niet echt nodig eigenlijk. Maar ja, I don't know. Het zijn altijd leuk om te hebben. Dit is hoe die eruit ziet. Het zijn doodshoofdjes in allerlei soorten kleuren met hartjes op hun hoofd. Ik vond het wel iets speciaals hebben. Het heeft iets duisters, maar eigenlijk is hij ook wel weer heel erg vrolijk somehow door de kleuren. En ja, ik vond het wel iets voor mij. En die was 5 euro. En als laatste op de markt heb ik een boek gekocht, de Bad Book Affair. Dit is een Engels boek. Ik hou van lezen, maar heb er vaak niet veel tijd voor, maar in de vakantie wel. Dus ik was uiteindelijk echt wel door 4 boeken heen of zo die ik had meegenomen in een week. En ja, ik wilde wel blijven lezen, dus had ik snel een boek gekocht.
Deze dus, die was maar 6 euro. En dit is een soort van murder mystery-achtig. Ik ben er wel in begonnen, maar ik kom er eerlijk gezegd ook niet echt heel erg doorheen. Ja, wat ik ervan moet denken, weet ik nog niet. Maar tot nu toe vind ik het op zich wel een leuk boek. Dus die heb ik ook gekocht. En dit was alweer alles. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het is dus niet heel erg veel. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. En ik heb vooral de kleding heel erg veel gedragen al. En ben heel erg benieuwd naar de make-up. Als jullie van de make-up trouwens een review willen ofzo. Van de nagellak of de eyeliner. Let me know. Dan doe ik dat voor jullie. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot snel weer. Doei doei.